Goedemorgen allemaal en welkom op Vlogmas dag 22. Het is een zondag en ik heb bedacht dat ik het voor die laatste paar dagen even helemaal anders ga doen. Wel gewoon vlogs publiceren natuurlijk, maar ik ga het nu even filmen met mijn echte vlogcamera in plaats van met mijn telefoon. Omdat het toch een beetje zeer doet in mijn hart dat ik mijn kijkers op YouTube wat minder kwaliteit geef eigenlijk qua beelden en zo. Want nu film ik het dus met mijn telefoon zeg maar zo, nou niet zomaar portretversie, portretmodus. En dan zoom ik dus in om een breed beeld te krijgen. Maar toen dacht ik, krijg ik nu al spierpijn van het schaduwen. Zo, toen dacht ik, ik wil het ook gewoon nog eens eventjes zo proberen, kijken of dat kan. En dan vooral om te kijken wat ik hierna eventueel ga doen. Want ik weet wel dat ik het vloggen echt super leuk vind en dat ik het weer vaker wil gaan doen. Maar goed, eventjes kijken dus met welk apparaat dan en hoe ik dat dan doe met editen. Ik heb er zelfs ook over gedroomd. Ik droomde namelijk dat ik erachter kwam dat ik voor Instagram TV heel andere bewerkingsmethoden gebruikte dan voor YouTube. Terwijl dat helemaal niet waar is. Oftewel, ik droomde dus dat het me extra veel tijd, extra veel werk op zou leveren. Maar dat is dus helemaal niet zo. Vreemd dat je daar dan over kan dromen. Bedankt hoofd. Always so supportive. Het is tijd voor avocado toast met een gekookt eitje. Dus ik ga gezellig mee naar beneden. Dan gaan we dat eens eventjes in elkaar flansen. Toastje met avocado en een eitje. Theetje erbij. Jasper heeft een sappie. Dat we boodschappen willen doen alvast voor kerst. Bij mijn ouders, daar gaan we eerst de kerstdag heen. Daar helpen we met het hoofdgerecht. En bij Jaspers ouders maken we een toetje. Ik kan wel even laten zien wat we dan precies gaan maken. Bij mijn ouders wordt het een stoofschotel met worteltjes en groentjes. Nee, bij mijn... Oh, nou... Het lijkt wel alsof het heel anders is om voor de camera te vloggen. Terwijl dat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Bij mijn ouders helpen we dus bij het hoofdgerecht. En maken we een stoofschotel met wortel en... Waarschijnlijk worteltjes en aardappelen. Zeg maar niet in de stoofschotel. De stoofschotel is gewoon vlees. Met een heel lekker soort van... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Sausje erbij. Even kijken hoor. Hier is die... Deze runderstoofpot. Die hebben we al eens eerder gemaakt. En die was echt super lekker. En dan doen we daar wat groentjes bij en aardappel in een bepaalde vorm. Daar zijn we nog niet uit. Misschien aardappelpuree is wel lekker. En bij Jaspers ouders maken we dus een toetje. En daar maken wij een ijstaart. Even kijken hoor. Deze. Lekker ziet het eruit, hè? Heel veel zin in. En ik ben eventjes wat dingetjes net aan het opruimen geweest. En toen stuurde een vriendinnetje van mij, met wie ik al sinds de peuterspeelzaal omga. Die stuurde een foto van ons afscheidsboek in groep 8. Waarin we allemaal gewoon verhaaltjes stuurden. En ik moest zo lachen. Kijk, dit is mijn verhaal. Dit is mijn handschrift.
en een fotootje erbij die je helemaal niet goed ziet. Wat is dat eigenlijk? Oh ja, gewoon mijn schoolfoto. Maar ik vond het zo grappig, de aanhef die ik heb gebruikt. Hi everybody. Wij gaan kerstboodschapjes doen. En het is heel vies weer. Van dat motregen. Zo, genoeg voor een week. 5 dagen. 1 week. Nee, 3 dagen. Hier thuis. En ik zou onze mooie kerstkrans nog even op de film zetten in daglicht. Kijk hoe mooi. Ik ben er zo trots op. Yeah. De boodschappen zijn binnen. Hiermee. En met het peertje wat hier nog in zit gaan we een lekkere salade maken op kerstavond. Dit hebben we nodig voor de soep die we morgen gaan maken. We dachten eventjes een licht... Hoe heet het? Maaltje. Jasper, weet je wat we vergeten zijn? Ja. Stokbrood voor bij de alioli. Frank, die stond er niet op. Maar niet nee. Als je morgen dan naar de bloemen moet. Oh ja, oké. Okay. Ja. Is goed. True. Dit komt in ons toetje met de ijstaart. En daar hoort dit ook bij. Jam voor tweede kerstdag. Dit doen we in een pakketje voor onze schoonmaker. Kijk, helemaal color coordinated. Die komt dinsdag als het goed is nog schoonmaken. Dit hebben we voor ons ontbijt voor eerste kerstdag. Dan zijn we nog thuis. Nou, beleg daarvoor. Wow. Dit komt in de soep voor morgen. Net als dit. Dit is ook voor de ijstaart. Crisp rice. Witte chocolade. Hier zo hoort dat van mij. Oh ja, dit komt ook nog in het pakketje voor onze schoonmaker. Lekkere kerstchocolaatjes. Voor de soep. Nog meer voor de soep. Peer komt in de salade. En een beenhammetje voor kerstavond. Dat wordt allemaal smullen. En ik ga het even uitruimen. Inruimen juist. Want ik weet eigenlijk niet of hij naast schoonmaken nog een andere baan heeft. Ik denk dat hij studeert of hij heeft gestudeerd. Nou, in ieder geval, we vonden het een leuk idee om hem ook een soort mini kerstpakket te geven. Zo, we hebben gewoon 2 speciaal biertjes gekocht. Chocola en wat lekkers. Dat ga ik eventjes leuk inpakken. Zo, ook dat is klaar. Tenminste, voor nu, ik moet nog eventjes een... Ik wil nog eventjes een kaartje kopen morgen. Om hem een fijne kerst te wensen. En die komt er dan nog aan. En dan komt er nog een mooi strik in en alles. Helemaal enig. En nu, wij vieren met de eerste kerstdag nog... doen we nog loodjes en cadeautjes. Are you okay? Die dinsdag nog werkt waarschijnlijk uit. Oh ja, dan komt hij, kom je hem tegen. Is niet erg, toch? Hoe heet het? Vieren we dus nog kerst met loodjes en cadeautjes. Dus daarvoor moeten we... En gedichtjes ook vooral. Daar moeten we nog eventjes voor dichten.
Dus dat gaan we nu eventjes allebei doen, toch? Jij gaat het nu ook dichten? Ik ga eerst even bezatten, anders kan ik niet dichten. En dan... Nee. Grab mijn laptop. En dan... Kunnen we daar ook mee aan de slag. Het is ook weer zo'n donkere dag. Het is not normal. Jasper heeft weer een biertje uit zijn adventkalender. Hoe heet die? Wat een grappig flesje. Dat lijkt net een kleine wijnfles. Een mega mokka. Mega mokka van Elysian Brewing. Ja. Waar zit dat? Ook even proeven. Italië. Het ruikt inderdaad naar koffie en pure chocola. Ik vind het niet lekker, maar ook niet vies. Er zit eigenlijk niet zoveel smaak aan. Er zit niet zoveel smaak aan. Helemaal rooster, koffie. Alleen in het begin, maar als je doorsteekt is het weg. Ik heb eentje nog genomen, ik geniet nog van de... Roosterde mout. Ik heb net mijn tanden gepoetst, misschien daarom. Ja, perfect voor dit weer. Ja, dat wel, ja. Druilerige dag. Lekker portertje. Maar zo hoog als andere, even. Is het een port? Maar ik vind bijvoorbeeld dat Guinness ook niet zoveel smaak heeft. Als in dat proef je eventjes als je het slokje in je mond hebt. Maar daarna is hij best licht. Klopt dat het geen zwaar biertje is? 6%. Zie je? Ik word al een kenner, jongens. Oh! Oké. Nou, nu heb ik genoeg inspiratie voor mijn gedicht. I think. Nu weten jullie het ook. En waarom loopt Jasper met die lampjes voor, ik je denken? Nou, we gaan nog even de tuin versieren. Gezellig. Let's decorate the garden. Ik denk niet dat jullie er iets van kunnen zien. Maar misschien ook wel. Maar misschien ook niet. Kijk. Oh ja, het regent. Het regent wel. Ja. Toch doen? Ja, we gaan het toch doen. Hij stelt niet scherp. Je moet de camera wegleggen. Oh ja, dit boompje gaan we versieren. Ik dacht ik deze een beetje erin en dan zomaar gewoon rondjes draaien. Ja, is goed. Zo, nou dat ziet er leuk uit.
En er zit ook nog een timer in. Sorry, ik was vergeten de deur dicht te doen. Er zit ook nog een timer in, dus hij gaat vanzelf weer uit. Kopie hoor. Het is alweer een stukje later. En Jasper ligt al op bed en ik morgen heel vroeg op. 6:15 volgens mij. En daardoor kan ik eventjes nog een cadeautje inpakken. Dus dat ga ik nu doen. Zo. Het begint steeds gezelliger te worden. Ik heb de kerstboom er ook onder gelegd. De choco kerstboom. Oké, ik ga deze vlog nu ook meteen afsluiten. Leuk dat je weer hebt gekeken. We hebben lekker kerstboodschap gedaan. Morgen heb ik een thuiswerkdag. Moet ik mijn jas die daar in die doos staat terugbrengen naar het verzendpunt. Nog iets bijzonders? Ik denk het eigenlijk niet. Nou, dus dat. Dus ik hoop je morgen weer te zien. Tot dan, slaap lekker.